Rijsschool, ik ben gedeputeerd in omgang de arbeidsmarkt. En ik was reuze benieuwd, wij maken beleid, maar ja, hoe gaat het eigenlijk op de werkvloer? Dus perfect. Toch? Is dat, wij als Randstad in elk geval, drie mensen aan een baan hebben geholpen. Twee op jaarcontract en één dame, dat is de vrouw van een kandidaat, op uitzendbasis. Omdat die part-time werkt en dat man lief nu fulltime werkt, is dat nou, zij wat minder te belasten qua werkinspanning. Nou, dat bevalt ons goed. Sterker nog, we zien dat de twee heren in dit geval, waaronder Fieke die we straks gaan bezoeken, het goed doet. Volledig fysiek belastbaar is en ook mentaal. En hoe laat bent u vanmorgen begonnen? Om 6 uur. Om 6 uur al? Ja. En moet u vaak zo vroeg beginnen? Ja. Vindt u dat moeilijk? Nee, niet moeilijk. En moet de gezelligheid, zeg maar, moet voor samenwerking. Ja, geen probleem. Geen probleem. U vindt het dus fijn om hier bij Blackman te werken? Ja, fijn. Nou, de reden is dat wij heel hard werken aan de arbeidsmarkt. Hè, en dus aan mensen nieuwe banen geven. En ondernemers goed laten presteren met gemotiveerd personeel. En als wij beleid maken, dan vinden we het ook belangrijk om te weten wat er eigenlijk op de werkvloer speelt. Dus daar sta ik nu letterlijk op de werkvloer in Almelo bij Blackman om te kijken wat ze aan het doen zijn. En wat is u speciaal opgevallen hier? Nou, wat hier echt heel erg opvalt is het project Fit voor Werk. Waarin de gemeente, uitzendbureaus, maar ook opdrachtgevers zoals Blackman samenwerken aan het werk fit maken van mensen. Dat gaat soms over opleiding, het gaat soms over de manier waarop je je dag invult, dat je weer aan de slag komt. En dat je eigenlijk door een hele individuele aanpak, gericht op mensen, dat je daar ja, goede succes mee kunt boeken. En dat vind ik mooi om te zien. Ja, want al zijn ze nog niet zo heel groot, successen worden hier echt wel geboekt, hè? Jazeker, ja, ze zijn gestart met een eerste groep van, ik heb begrepen, een kleine 20 mensen, 19 personen. En we zijn nu even op bezoek bij één iemand die hier aan het werk is gegaan. Grofweg, doe ik het even een beetje op hoofdlijnen, 60% van die mensen, die krijgt uiteindelijk werk. Nou, en dat vind ik hartstikke mooi. En dan hebben we het echt over duurzaam werk. Hè? Dus mensen die een jaar lang aan het werk zijn, uitzicht hebben op een vast contract. Dat soort resultaten, dat vind ik mooi succes. En daar ben ik blij mee dat we dat hier in Almelo mogen bekijken.